ik vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik loop hier gelijk alles omver. Het is vandaag dinsdag. En ik ga vandaag met mijn ouders en vrienden van mijn ouders naar Avifauna. Ik heb er zin in. Ik ben nog een beetje moe. Ik ga even koffie drinken om een beetje wakker te worden. Ik wilde mijn rugtas nemen, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Omdat we gewoon alles daar gaan halen qua eten en drinken. Dus ik neem vandaag gewoon lekker mijn handtas mee. En ik zou zeggen, let's go. Thank you.
Hallo mensen, het is dinsdag en het is dinsdagavond zoals je kan zien. Ik ga niet liegen dat het ochtend is, het is gewoon echt avond. Ik heb de hele dag eigenlijk niets gedaan. Ik heb wel wat gedaan, maar niet dat je denkt van het is iets om te filmen of zo. Ik heb vandaag heel veel opgeruimd en ouders geholpen. Ik ben vanmiddag nog even naar mijn opa en oma geweest. Of ja, naar mijn oma, mijn opa was er niet. Om iets te brengen. En nu is het avond en ik ga, heb besloten om lekker mijn bed in te kruipen. En nog even mijn bed leeg te halen, want er liggen nog een paar spulletjes op die ik morgen op ga ruimen. Maar ik ga lekker mijn bed in en ik ga lekker de film Moana kijken. Misschien kennen jullie de film wel. Hij heeft een behoorlijk tijd in de bios gedraaid. Ik wilde hem heel erg graag zien. Helaas kon ik hem toen niet zien. Maar hij staat nu online op Go Streams. Of het heet ook wel, de website heet ook wel 123 Movies. Dus dat is de planning voor nu. Ik ga het lekker donker maken hier. En ik ga lekker die film kijken. Come on. Something I need to show you. I've wanted to bring you here from the moment you opened your eyes. Goedemorgen. Lekker fris. Er liggen alleen nog een paar dekentjes op mijn bed. Die moet ik zo meteen even opruimen. Maar ik ben wel klaar. Ik ben ondertussen. Ik heb mijn laptop weer eens na 2 weken of zo op mijn bureau neergezet. Ik heb eigenlijk continu alleen maar met mijn laptop op bed gezeten. Maar het is helemaal schoon hier. Het is helemaal klaar. Het is netjes. Alleen dat moet nog uit mijn kamer. Mijn moeder heeft het hier even als opslagplaats neergezet. Wat ik trouwens ook altijd weer heel erg fijn vind aan dit soort dagen. Als je gewoon denkt van, staat niks op de planning. Gewoon lekker een make-uploze face. Gewoon echt helemaal niks aan make-up op je gezicht. Echt gewoon heerlijk. Ik heb vanmorgen heel even gauw een maskertje opgehad. En meer eigenlijk niet. Ik heb verder niks op mijn gezicht. Ja, een crème meer niet. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg het voordeel ook aan vakantie. Dat je niet verplicht bent om elke dag make-up op te gaan doen. Iets te vroeg juist. Ik heb me dus terug opgemaakt. Ik ga namelijk even met mijn opa en oma weg nu. Nou, ik zag er zo beroerd uit. Ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Dus ik heb even mijn lippen gedaan, mascara op. Wenkbrauwen even ingegeld. Ik heb weer, na lang is het ook weer een eyeliner opgedaan. Dus ja, ik zou zeggen, oh, ik zie mijn opa en oma nieuw aankomen. Let's go. In ieder geval zijn we Phoenix geweest. Daar hebben we even lekker rondgewandeld. En van alles en nog wat gekeken. En mijn opa en oma hebben nog leuke dingen gescoord. Het enige wat ik heb gescoord is een toilettasje en een nagelvel. En that's it. Eigenlijk totaal niks. Bij de Intratuin hebben we ook even rondgekeken. Daar heb ik trouwens wel kleine snack donutjes voor de konijnen gehaald. Ik denk misschien vinden ze dat wel lekker. Even een snack of zo. Voor iets keer wat anders. Dus dat is het enige wat ik heb gehaald. En that's it. Ik heb nu zo heel veel gehaald of zo. Ik zou ook niet verwachten dat ik heel veel ging halen. Ik ben wel nog gaan kijken voor een leuk klein rugtasje. Maar dat hadden ze niet heel veel. Daar bij de Phoenix. Dus helaas. Maar ik ga wel deze vlog eindigen. Want morgen komt er
een hele leuke vlog aan. Ik ga morgen namelijk naar Veldhoven toe. De plaats waar ik geboren ben in Brabant. En daar schijnt een dierentuin te zijn. Dus we gaan morgen zien hoe dat allemaal gaat lopen. In ieder geval bedanken jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Doe natuurlijk wel het blauwe duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal aan die kant. En kijk mijn vorige video terug aan die kant als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Lightning and the thunder.